Um, hallo mensen van um, Kilan D Films RS en D Films Minecraft. Um, zoals jullie misschien aan de titel al zien, want ik weet nog niet zeker welke titel ik ga nemen. Um, is mijn vraag vandaag: um, Wat zouden jullie ervan vinden als ik Kilan D Films RS en D Films Minecraft zou combineren in eigenlijk één groot gaming kanaal? Dus ik maak een heel. Helemaal een gaming kanaal van. Maar uh, alle series van D-films, Minecraft en Killian D-films, de rest blijven gewoon behouden. Ze dus verplaatsen zich gewoon naar uh, Killian D-films Gaming, waar ik het zou doen, als ik het zou doen. Um, om te beginnen, dit is maar een gedachtegang. Um, dus ik zeg niet dat het gaat gebeuren, ik zeg niet dat het niet gaat gebeuren. Het is gewoon een gedachtegang van mij, momenteel. Uh, iemand in de bus, um, wel, ik was ermee mee aan het praten over YouTube. Um, en hij vroeg, um, en we waren zo bezig, en ik zei: wel, mijn kanalen. En toen, vroeg hij, mijn, en toen vroeg hij: uw kanalen, hoeveel heb je er misschien? En ik zei: uh, actief, een stuk of drie. Um, en hij verstond niet echt waarom ik meerdere kanalen heb, en ik legde hem dan basically uit van mensen die. Runescape-video's bijvoorbeeld graag kijken. Ik kijk niet bijvoorbeeld graag Minecraft-video's. Daarom hou ik het liever gescheiden. Uh, zo heb ik het hem uitgelegd. En hij zei uh, ongeveer tegen mij... Het is geen quote. Uh, maar hij zei ongeveer tegen mij van... Um als mensen uw video's en uw commentaar graag horen, dan maakt het voor hen niet veel meer uit welk spel gespeeld en waar het over het dus gaat. Uh, dat vond ik wel een interessante uh, opmerking. Ik heb er toen de tijd niks op gezegd. Alleen toen de tijd is uh, wat een half uurtje geleden nu, maar whatever. En omdat het iets was waar ik al heel lang aan, aan al alle, ja, heel de dag eigenlijk al aan het denken was, uh, vond ik het echt wel iets interessants. En nu zou ik graag in de comments hebben. Um, dat jullie zeggen ja of nee en eventueel wat motivatie eronder, want dit is echt wel heel belangrijk. Uh, even een recap. Dus, de recap nu, dus nog eens een uitleg. Um, wat ik dus zou doen is de video's van D-Films Minecraft en Kiliandé Films Rest verplaatsen zich naar uh, een algemeen gaming kanaal dat uh, Kiliandé Films Gaming. Um, Noemt, dat bestaat al, maar ik ben er toen een tijd mee gestopt. Uh, en daar zouden dan eventueel wat uh, algemene gaming video's mee komen. Uh, tuurlijk opgenomen van een Playstation 3 en in de toekomst Playstation 4. Um, maar geen nood, als ik dit zou doen met dit kanaal. Dus de combinatie van uh, Minecraft en RuneScape video's. Um, zou ik wel een uh, HD capture card kopen. Waarschijnlijk de AVerMedia media. Um, Game Capture HD. Uh, waarom? Omdat je dat op je TV kan aansluiten en dat je verder geen computer nodig hebt, dat je het gewoon kan aansluiten op een USB-stick of externe harde schijf of zo. Dat vind ik wel extreem handig. Um, ja, geen idee of ik nog iets meer kan zeggen. Um, dus het voordeel van dat uh, die combinatie zou zijn. Um, ik kan mij volledig focussen op één kanaal en moet mij dus niet meer bezig met twee kanalen het zou ook makkelijker zijn qua marketing dus uh, om bijvoorbeeld als iemand op school vraagt wat is uw kanaal uh, dan moet ik uitleggen Dave Minecraft, is mijn Minecraft kanaal Clear Dave de is mijn RuneScape kanaal, dan heb ik nu Energyx Official waar ik de kleine video's van mijn RuneScape kanaal post en dan heb ik nog eens, uh, ja dat is zeker nu <laughs> en dat is nogal ingewikkeld en is dus heel moeilijk om uh, te marketen um, en uh, ik zou dat waarschijnlijk wel uh, qua upload dagen nog wel zien. Maar waarschijnlijk neem ik de upload daar van die films, Minecraft en Killian, die RS over. Zie je, het, het zeggen alleen al is nogal uh, een hele waslijst. Um, het voordeel van uh, die twee aparte kanalen is natuurlijk wel, als je niet zo graag uh, Minecraft-video's ziet of niet zo graag RuneScape-video's ziet, kan je kiezen als het kanaal... 1 -1 is, uh, denk ik niet dat dat echt mogelijk is. Ik maak altijd wel afspeellijsten van dat soort dingen, maar um, ja, het kan niet echt zijn dat je nog subscribe op het ene en niet op het andere dan. Um, ja, dat zal zo ongeveer wel zijn, denk ik. Uh, nog een woorden van een groot kanaal hebben is eigenlijk um, als ik bijvoorbeeld interesse verlies in Minecraft. Um, nu bijvoorbeeld als ik interesse mocht verliezen in Minecraft op het niveau waarop ik er geen video's meer van wil maken uh, Voor een tijdje uh, Dan stopt van ons Minecraft volledig uh, Hetzelfde voor hun skipkanaal uh, Als het allemaal te samen is kan ik zeggen van oké okay, ik upload gewoon een ander spelletje in de plaats van die video's En ik start weer met uh, Minecraft wanneer ik er weer zin in heb uh, Maar momenteel zou het kanaal gewoon helemaal stoppen uh, Zelf was het ook het liefste doen um, het maakt mij eigenlijk weinig uit. Maar ik zou natuurlijk wel graag gamingvideos maken, dat geef ik eerlijk toe. Maar langs de andere kant, um, ik, het zou de derde keer zijn dat ik gamingvideos begin te maken en ik ben er dus nogal sceptisch over. Um, maar uh, wees zeker, zeg ja of zeg nee en geef je uitleg erbij zodat ik een beetje kan volgen met mijn briljante hersenen waar je theorie een beetje zit, waar het een beetje vandaan komt, zodat ik een beetje je uh, gedachtegang kan volgen. Ehm. Um, ja, die gaming-video's, ja, je kent... Iedereen kent gaming-kanalen en ja, dat zal het zo basically zijn. Let's Plays, eh... Uh, misschien commentaries, maar daar ben ik nog niet ervaren mee. Dus dat weet ik nog niet. Misschien reviews, ehm... Ja. Eh, voor alle duidelijkheid, die Films Info blijft gewoon een apart kanaal, omdat dat toch wel iets helemaal anders heeft. Dat heeft eigenlijk bijna niks met gaming te maken. Dus dat hou ik wel apart, ehm... Um. En uh, waarschijnlijk zal ik beter wat informatie geven over autismeblog nu. Um, autismeblog wel, ik heb er niet echt plannen voor momenteel. De waarheid is, ik heb alles gedaan wat ik wou doen voor autismeblog. Ik heb over alles video's gemaakt en de waarheid is, ik weet niks meer om video's over te maken. Ik heb mijn taak gedaan, zo heb ik een beetje het, het gevoel. Um, en ook, ja, het zijn moeilijke video's om te maken, psychisch. Ehm. Um, en ja, veel mensen euh, plagen me er nogal graag mee. Euh, zal het zo maar zacht uitdrukken. Dus ja, het, het is een beetje gedaan eigenlijk. Het kanaal blijft online en zo. En als er een kopje komt, dan komt het wel. Maar momenteel euh, heb ik niks gepland. Ik had wel plannen, maar die zijn geschrapt omdat ze ja, wel eigenlijk niet zo goed waren als ik er een beetje beter over nadenk. Ja, dat zal het zijn. Een video van 7 minuten. Um, het is met mijn webcam gefilmd. Uh, dat heb ik gedaan omdat ik heel veel zou babbelen in deze video. En dat ik dan toch wel graag mijn microfoon gebruik in plaats van mijn camera. Alhoewel mijn camera beter beeld heeft. heeft mijn microfoon dus beter geluid. Als mijn, ja, um, yeah, camera microfoon. Dat is het dus. Um, vote please. En yeah. ja, bye.